Dus daarbij geven ze niet aan wanneer dat is? Niet exact hoe laat, nee. En daarin zijn we dus afhankelijk van onze vriend Jean-Claude. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. We zijn hier weer op de Grensmaas. Ik blijf het wel een van de meest bijzondere wateren van Nederland vinden. Ja, ja, hangen. Ah, mooi. Goh, jongens, ze zijn vandaag wel sterk hoor. Moet je maar tegen kunnen hoor. Als je daar niet tegen kan. Wat is dit dan? Hier moet je met de boot achteraan. Is het meerval? Nou, daar is er gewoon blij. Daar is er eentje. Daar is er een. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. We zijn hier weer op de Grensmaas. Ik blijf dit wel een van de meest bijzondere wateren van Nederland vinden. Ja, dat zeg ik eigenlijk niet goed, want het is gewoon de grens tussen Nederland en België. Daar hebben we Wallonië en daar hebben we Nederland. Ik ben hier met mijn vriend uit het zuiden, Leon Hamer. Goedemorgen jongens. Ja, die is niet te houden natuurlijk. We zijn er nog van, ja, we moeten een introotje schieten, Leon. We moeten even gaan vertellen wat we gaan doen. Maar deze man staat al te vissen. Sinds we de overgang gemaakt hebben van... zeg maar een varende badkuip naar een boot. Ja, die boot mag er zijn. Ja, worden de mogelijkheden natuurlijk een stuk uitgebreider. Dus ik verwacht dat we vandaag een beetje van hot naar haar varen. Een beetje wat hotspots afvissen. Kijken of we wat verschillende soorten met verschillende technieken aan boord kunnen krijgen. Kom maar goed, wordt een gezellige dag. Ik voel het. Kijk, dat horen we graag. Ja. Ik zet mijn GoPro'tje aan. Live aanbeten willen we zien. En dat gaan we zien. Even kijken of er iets zit. Ja, dat kennen we van jou. Hè? Bam. Moet nog iets dichter erop gaan liggen. Even kijken wat we kunnen halen. Wordt hier zo meteen, hij zal zo meteen wel op de grond klappen. Goed. Ja, want het blijft een mooi water in die Grensmaas. Dus even zoeken naar de rooflijn nog. Maar Leon zal wat vis jagen al. Dus we proberen de boot daar nu naartoe te krijgen. Maar het is heel erg opletten qua dieptes. Beter gezegd ondieptes. We hebben natuurlijk een hele warme zomer gehad. Weinig neerslag. Het water is nu wel weer wat gestegen. De peil. Maar nog steeds aan de lage kant. Maar vooralsnog gaat het goed. Ik kijk even of ik de bodem zie. Het is ook wat troebel het water. Ook wel apart. Maar ik hoor Leon alweer werpen. Dus dat ga ik ook doen. Het is beter hier. Nou, we zijn vandaag begonnen hier aan de Grensmaas, op het ondiep. Hele mooie vlakke kiezelbodem met ongeveer een meter waterdiepte. En we gaan hier vandaag rooflui vangen. Dat gaan we vandaag in ieder geval doen met een van onze welbekende aasjes, bijvoorbeeld de Salmo slider. Van die slider, daar moet je iets van weten. Op het moment dat je een slider inwerpt en je gaat hem binnenvissen, zou ik je adviseren om de eerste vier slagen van je molen langzaam binnen te draaien. En de reden waarom we dat doen, is dat je met die eerste vier slagen die je binnen draait, de luchtbellen die zich rondom dat kunstaas bevinden, laat verdwijnen. En daardoor gedraagt dat kunstaas zich beter onder water en laat het zich veel beter op hoge snelheid binnenvissen. Dus ja, we zijn hier nu 10 minuten bezig. We zien wel wat actie hier. Langs de kant zitten de roofblijen te jagen. In deze tijd van het jaar hebben we natuurlijk heel veel speldaas. Dat geldt op alle rivieren, voor alle rivieren. En dat speldaas dat zit vaak redelijk dicht onder de kant. Dus die roofblijen die gaan daar waar dat speldaas zit. En die gaan daar ook jagen op de kleine visjes. En je ziet hier ook de hele tijd activiteit zo vlak onder de kant. En mijn ervaring is, en dat is heel raar, dat als je jagende roofblijen ziet, dat ze vaak het lastigste te vangen zijn. Er is nog wel twijfelachtige aanbeetjes. Leon zegt net ook
Dit is echt een water waarbij vrijwel alle vis gewoon actief wordt zodra de stroom erin komt. Ik zie dat er beweging komt in het water. Ik had zojuist al even gekeken op de app van de Rijkswaterstaat en die voorspelt dat we richting de 60 kuub afvoer gaan per seconde. En je ziet het ook ontstaan en je ziet gewoon dat er beweging komt in het water en dat is heel vaak goed nieuws. Ja. Heb jij enig idee waarom die stroming vis aanwakkert? Ja, alles wordt volgens mij gewoon een stuk actiever. Ik kan niet goed biologisch uitleggen wat er gebeurt. Dat is wel jammer, Leon. Maar dat weet ik. Dat had ik wel hoge verwachtingen van jou eigenlijk. Snap ik. Dat gegeven wat jij op de website hebt gevonden, dat, wat zei je, dat gaat over 8 uur. Het aantal kuub. Ja, de komende 8 uur. Ja. Dus daarbij geven ze niet aan wanneer dat is? Niet exact hoe laat, nee. En daarin zijn we dus afhankelijk van onze vriend Jean-Claude. Die nog aan zijn gezantje zit waarschijnlijk. Ja, misschien toch prioriteit maken van het telefoonnummer zoeken. Ja. Anna. Ah, mooi. Ja, top. Dik. Zo, vlak voor de boot. Ja, deze komt echt uit het niets, mensen. Het is voor mij best een mooie ook nog. Ja, dat is wel een mooie. En of dat een hele mooie is. Hij blijft gaan inderdaad. Het is echt zo'n, je zou zeggen een grote snoekbaars die blijft bonken. Op diepte blijft. Ja, hier is het niet zo diep. Er zitten nu 3 meter. Die aanbeet mensen, dat is zo fantastisch bij die rooflijnen. Net geen 70. Net geen 70. 69. Ja, en een maar beetje. Geen enkel probleem. Wat een agressieve roofvis. Niet te geloven. Hoe die erop klapte, Leon. Dat is echt prachtig om te zien. Ja, dit is gewoon gebouwd om te jagen. Een en al aerodynamica. Spitse snuit. Wie had 30 jaar geleden gedacht dat we deze vissen mochten toevoegen aan ons toch al rijkelijke bestand aan roofvissen. Oh. Prachtig. We gaan zo meteen even terug. Kijk daar zat je de jager. Ja. En heftig, hè? Ja. Hier staat 3 meter water. Dus dat plugje waar ik nu mee aan het vissen ben, die gaat ongeveer tot 1,50 meter en 1,60 meter ongeveer, denk ik. Dus we vangen ze hier op redelijk diep water. En waarom ben je nu naar deze plek toe gegaan, Leon? De stroming is er een beetje terug opgekomen. Ja. En deze zone waar we nu in zitten, die is de afgelopen weken erg goed geweest. Dus gisteren vingen we hier zelfs een 80er. Zo. 2 hoge 70ers. En hier hebben we een hele ondiepe plaat. Ja. En al die kleine visjes die zitten hier tegen die ondiepe plaat aan. Maar echt jongen, als we straks aan de kant gaan, ik zweer het je, het zijn er miljoenen. Er zitten trouwens ook heel veel roofleitjes tussen volgens mij. Jonge roofleitjes. Ja, en die roofleien die jagen hier aan de lopende band. Dit is gewoon echt een hotspot. Ja, dat is echt een hotspot dit. Jongen, als hier eentje opklapt, dan word ik helemaal gek. Hey, ja. Hij klapte er 2 keer op. Hij pakt hem. Oh jongens, ze zijn vandaag wel sterk hoor. Ja, dat valt mij heel erg op. Daarnet ook die vis. Lekker man. Mooi hè? Ja. Ik ving hem op een Molukse husky jerk of een Molukse jerkbeetje, kleintje. Ook snel binnengevist? Nee, toch niet. Oh, niet? Niet zo supersnel, okay. Nee. Misschien zit daar wel de ontrafeling van de code voor vandaag. Dat mooie titel van deze film. Ja. Code gekraakt. Ja, prachtige mannen. Ja. Moet je maar tegen kunnen hoor. Als je daar niet tegen kan. Wat zeg je? Hij vaart zijn gloednieuwe boot getegen. Wow. Nee, luister. Dit is metaal. Ja? En dit zijn gewoon losse kiezels. Mm-hmm. En die kunnen gewoon, dat maakt wel geluid, maar dat komt ook door de akoestische eigenschappen van de boot. Verder kan daar weinig kwaad hoor. Kom, we gaan eten. Okay. Dit gaat allemaal mee. Ik kan ook wel pakken, hè? Ja, ik pak dit wel hoor. Oh, oké, hoor. Wat ben je een held. Lekker smakelijk. Zo. Dat is een van de redenen waarom we graag met Leon Haan op pad gaan natuurlijk. Ja, mooie mensen. Hier krijgen we altijd een mooie lunch aangeboden van Leon Haan.
op zo'n visdag is het voor jou natuurlijk echt wel scoren ook. Maar wat je net zegt ook, die beleving is ontzettend belangrijk. Wij staan garant voor een waanzinnige beleving. Mensen zien zo'n gidsdag vaak ook als een soort van, ik noem het maar even, een soort cursusdag. Waarin ze bijvoorbeeld meer willen weten over finessevisserij of hoe gaat dat jerkbait vissen. Ik noem maar even een paar voorbeelden. En dat is iets wat wij bij UFX heel hoog in het vaandel hebben staan. Hé, hey, wat gaan we nu doen? Want we hebben nu een paar mooie roofblijven van. Gaan we dat riedeltje doorzetten? Ja, ik denk dat we nog... we gaan die hele zone hier nog één keer laten maken. Een paar mooie driften op dat ondiepe hier. Ja, voor roofblij. Ja, voor roofblij. En ik ben ervan overtuigd dat we er nog een paar gaan vangen na de middag. We gaan voor die 80. Op naar hoofdstuk 2. Bam. Ja, de rustperiode achter de rug, de lunch zit achter de kiezer en we zien meteen al mooie signalen van jagende vis. Dat hoekje daar zien we net een vis met zijn rug, wat Leon al eerder op de dag vertelde, echt die rug zo erbovenuit. Allemaal kleine visjes wegspringen. Dus Leon gaat die boten nu wat dichterbij proberen te krijgen. En dan, ja, misschien liggen daar gewoon vissen tegen een randje aan of zo, hè Leon? Zou kunnen, want aasvis zit er genoeg. Dat zou heel goed kunnen. Het stikt hier van de aasvissen, dat is niet normaal. Duizenden. Zag je ze vliegen? Ja. Hier nog steeds. Nou, we zijn in de buurt. Nu haal je de oever, hè? Ja. Nou, kom op. Here we go. Dat is natuurlijk wel wat jij zegt, als je ze ziet jagen. Dan is het lastig om ze te vangen, ja. Ik weet het. Ja. Niet onmogelijk, neem ik aan. Niet onmogelijk, maar... De trucendoos moet open. Ja. Slimme visjes. Ja, dat is er eentje. Wow, en ook een goeie ook. Wow. Of vals gehaakt. Wow. Wat is dit dan? Hier moet je met de boot achteraan. Is het meerval? Kan. Nee, ik denk het niet. Dat kan toch niet. Maar hij is bijna klaar. Ja, hij is aan de overkant. Veel verder kan hij niet meer. Hij is roofblij. Zo. Dat ging hard, hè? Wat een run, joh. Dat is niet normaal. Dit is een hele dikke. Oh, dan vind ik het eng worden, omdat het gewoon een hele grote is. Kijk even. Zo. Die gaat richting de 80, hoor. Let maar eens op. Echt? Ja, die gaat daar naartoe. Hoge 70. Echt een bak van een roofblij. Zo. Dat is een roofblij. Dat is er eentje. Dat is een echte. Dit is echt een dikke. Dit is echt een dikke. Man, wat een run, jongen. Ik voelde het meteen. Ik denk, oh, dat is wel een hele grote vis. Net, wat zeg je? Er zit wel een gat in je net. Nee, joh. Ja, hier zie je. Oh ja, ik zie het nu, ja. Ik ga hem binnen op boord tillen. Ja, doe maar naar binnen met dat ding. Hij is een stuk kleiner dan ik dacht. Ja, maar het is wel een enorme bak. Echt een kanon. Zo, weet je, deze vis, hè, is het bewijs dat het niet alleen om lengte gaat in het leven, maar ook om dikte. Ja. In de zin van... Dat is echt een brute bak, hè? Ja, kolos. Dit is roofblij vissen zoals het hoort. Niet normaal. Wat een heerlijke dag, Leon. Ja. Ik heb genoten. Ik ook. Een paar mooie vissen. Een paar hele fraaie vissen. Veel actie. Ik hoop dat jullie ook van hebben genoten van deze video. Wij in ieder geval wel. Wil jij nou echt zo'n dag beleven met Leon Hanen? Op roofblij. Nou, je kunt hier op alle vissoorten, denk ik. Zonder meer. Ja, zelfs barbil. Ja. Stuur een mailtje naar www.ufx.fishing. Er hoeft geen .nl of .com achter. Dat vond ik wel heel bijzonder. Maar dat maakt het ook wel weer makkelijker. Het is echt aan te raden. Wij hebben een topdag gehad. En het is niet de eerste keer met deze man. Eigenlijk is het altijd feest. Bedankt voor het kijken van deze video. Laat weten in de reacties wat je van deze video vond. Of misschien heb je nog specifieke vragen over het vissen op roofblij. Laat het weten. En ik zie jullie bij de volgende video. Tot later.